Hier in de gevangenis in Vught zou het rommelen. Personeelsleden vertelden anoniem aan de Telegraaf dat de veiligheid zo lek als een mandje is. Mensen zonder legitimatie zouden zo mee naar binnen lopen met iemand die wel een legitimatie heeft. De Telegraaf had het vorig jaar zomer over een gezagscrisis. Er dreigt een opstand onder het personeel. Deze artikelen waren aanleiding voor de inspectie Veiligheid en Justitie om een onderzoek te starten, 80 medewerkers werden ondervraagd. Het blijkt niet waar te zijn. Nou, daar ben ik vooral uh, blij mee dat dat uh, geconstateerd is door een onafhankelijke uh, instantie. Wel komt het rapport met aanbevelingen hoe het nog beter zou kunnen. Zo moet de communicatie beter. En de controle van de medewerkers s'morgens vroeg. Want ook zij zouden spullen mee naar binnen kunnen smokkelen. Het kwart voor zeven tot half acht komen hier meer dan 400 medewerkers. Dus zij uh, loggen in. En op dat moment gaat er een rood of groen lampje branden. En met rood lampje, dan ga je volledig door detectie heen. Met groen mag je doorlopen. Het gebouw waar de medewerkers zich verzamelen krijgt wat aanpassingen, zodat straks iedereen gecontroleerd kan worden.